wat er net gebeurd is, heeft niks te maken met wrestling, Mark Kodiak. Wat je nu aan het doen bent, is de fans bang maken, kinderen laten huilen, maar die 1-tegen-1 confrontatie maar steeds uit de weg gaan en mij bang proberen te maken. Het voelt niet lekker, maar ik sta nog steeds. En die volgende keer zal heel snel zijn met jou. 1-tegen-1. Je komt er nu niet meer onderuit. Alle fans. Al die kinderen die jij nu van streek hebt gemaakt, jongen. Die zullen een payback krijgen. In een worstelring. Op mijn manier. Gek genoeg kijk ik er onwijs naar uit.